Kajoe. Je wordt al een grote jongen. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring, I'm Kajoe. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you, I'm Kajoe. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. But there's lots of fun stuff, I'm Kajoe. Kinderen in de buurt. Kom op, Kajoe. Mama wacht op ons, want wij zouden de lunch gaan maken. Kajoe wist het nog niet, maar op het lege terrein zou binnenkort iets nieuws gebouwd worden. Kijk, papa. Deze wil ik graag meenemen voor mama. Dat is een goed idee, Kajoe. Dat vindt ze vast leuk. Kijk eens, mama. Deze is voor jou. Kajoe heeft hem gevonden op dat lege papa! Stuk grond even verderop. Dank je wel hoor, Kajoe. Hij is prachtig. Meneer Hinkel zei dat de grond verkocht is en dat ze vandaag al gaan bouwen. Echt waar? Weet je wat dat betekent, Kajoe? Graafmachines. Misschien kunnen we wel even kijken als ze bezig zijn. Ja! Wanneer gaan we naar de graafmachines? Als we klaar zijn met eten, gaan we wel even kijken, oké? De graafmachines komen een nieuw huis bouwen, Kajoe. We krijgen er nieuwe buren bij. Dat is een grote graafmachine. Kajoe vond het leuk om de machine in de grond te zien graven. Hij kon niet wachten om straks weer even te gaan kijken. Piep, piep. Kijk uit, ik ga achteruit. Blom. Kom je, Kajoe, we gaan naar het park toe. Kom je mee? Kunnen we langs de graafmachine lopen, mama? Ik zie niet in waarom niet. We zijn er iedere dag voorbij gelopen. Naarmate de dag voorbij ging, waren er zoveel leuke dingen om te zien. Graafmachines, cementwagens en bouwvakkers met een grote drilboor. Dat Kajoe zijn nieuwe buren helemaal vergeten was. Tot die ze op een dag zag aankomen. Mama, de nieuwe buren zijn aangekomen. Ik zag iemand voor het raam staan. Zou de nieuwe jongen met mij in het park willen spelen, mama? Welke nieuwe jongen, Kajoe? De jongen die voor het raam stond in het nieuwe huis. Ik wist niet dat ze een zoontje hadden. Misschien moeten we even langsgaan om gedag te zeggen. Hallo, we zijn hier om jullie hartelijk welkom te heten in de buurt. We hebben iets lekkers voor jullie gemaakt. Dat is heel erg aardig van jullie. Ik geloof dat de jongens achter zijn. Ik weet zeker dat ze jullie graag willen ontmoeten. Kajoe vond het leuk om nieuwe vriendjes te maken. Maar toen hij de jongen zag, was hij ineens een beetje verlegen. Hoi, ik heb je zien langslopen met je moeder. Ik heet Jason. En hoe heet jij? Kajoe. Kun jij ook zo gooien, Kajoe? Hey, Jason, dat mag je helemaal niet doen, hoor. Ik ga het zeggen. Mama! Dat is mijn tweelingbroer, Jeffrey. Hij is een klikspaan. Kijk, mama. Ik heb twee nieuwe vrienden. Zullen we gaan schommelen, Jeffrey? Ik ben Jason. Jeffrey is nu daar. Sorry. Het geeft niks. We zijn het wel gewend. Kom mee. Kajoe gaat naar school. Kajoe, kun je heel even hier komen? Even wachten, papa. Kajoe wachtte ergens op en hij wilde nu niet weglopen van het raam. Nu, alsjeblieft. Wat is er, papa? Kun je je speelgoed opruimen? Dan kan ik je kamer stofzuigen. Als Kajoe zijn speelgoed snel zou opruimen, kon hij meteen weer terug naar het raam. Kajoe kon niet wachten tot de schoolbus zou komen. Hij keek er erg naar uit om zelf naar school te gaan. Hoi, Sarah! Kajoe!
Je moet nog even één ding voor me doen. Caillou, waar ben je? Ik kom al. Caillou had al eens eerder in de schoolbus gezeten, maar hij wilde dat hij iedere dag mee mocht. Ik wou dat ik naar school mocht. Wat Caillou niet wist, dat hij aan het eind van die dag zijn kans zou krijgen. Hoi, Sarah. Hoi, Caillou. Mijn klas heeft een kleine broertjes- en zusjesdag op school. En ik heb geen van beide, dus... Wil jij misschien met Sarah mee naar school? Ja! Nou, dat klinkt als een geweldig idee. De volgende dag waren Caillou en zijn mama spullen aan het uitzoeken voor zijn eerste schooldag. Ik geloof dat we alles hebben. Potloden, papier, lunch. Dit zijn we vergeten. Ik moet natuurlijk wel mijn dinosaurus meenemen naar school. Ik geloof niet dat je die vandaag nodig hebt, lieverd. Er is op school zoveel leuks te doen dat hij vast eenzaam wordt in je tas. Oké. Wat is de school groot, zeg. Caillou vond de school wel heel erg groot. En hij was bang dat hij zou verdwalen. Kom mee, Caillou. Dat is de schoolbel. We moeten nu naar de bijeenkomst. Oké, Caillou. Ik haal je weer op na de lunch. Veel plezier op school. Caillou vond het ineens wel een beetje eng om de school binnen te lopen. Wil je mijn hand vasthouden? Let maar op, Caillou. School is hartstikke leuk. Caillou was heel erg blij dat hij met Sarah naar school ging. Hij voelde zich een grote jongen. Wauw! Caillou had nog nooit een klaslokaal gezien. Hij vond dat het er ontzettend leuk uitzag. Je rugzak kun je hier ophangen. Mogen we met de bal spelen in het klaslokaal? Nee, we mogen niet met ballen spelen in het schoolgebouw. Waar is iedereen, Sarah? In de gymzaal, daar is de bijeenkomst. Kom mee, we moeten gaan. Wat is een bijeenkomst? Dat is wanneer het schoolhoofd ons toespreekt. Wacht maar af. Wat is de gymzaal? Kom op, Sarah, dan gaan we spelen. Caillou, we kunnen nu niet spelen. Het schoolhoofd gaat beginnen met praten. We moeten gaan zitten en luisteren. Caillou wist niet dat er zoveel regels waren op school. Hij wilde helemaal niet zitten. Hij wilde liever blijven spelen. We kunnen straks weer spelen, oké? Waar moeten we zitten? Op de grond. Kijk zo. Oké, nu even heel stil zijn en luisteren, goed? Welkom en goedemorgen allemaal. Vandaag is een heel bijzondere dag en er zijn een heleboel nieuwelingen aanwezig. Psst, Sarah. Psst. Maar Sarah, ik moet echt heel nodig naar de wc toe. En we gaan heel veel leuke dingen. Nadat Caillou snel naar de wc was geweest en de toespraak voorbij was, gingen Sarah en Caillou terug naar het klaslokaal. Je hebt geluk dat het vandaag een bijzondere dag is. Normaal gesproken mogen we alleen op het bord schrijven als de leraar dat aan ons vraagt. Wat was dat? De bel voor de pauze. Ik vind jouw school heel erg leuk, Sarah. Ik ook. Maar ik zou graag meer tijd willen om buiten te spelen. Caillou begreep niet waarom Sarah meer buiten wou spelen. Hij vond het juist leuk in het klaslokaal. Wanneer gaan we lezen en schrijven? Ik denk niet dat je dat vandaag allemaal gaat leren. Maar we gaan een heleboel leuke dingen doen. Kom mee, de pauze is voorbij. Echt waar, nu al? Caillou vond dat de bel wel erg vaak ging op school. Het schilderen vond hij heel leuk. En dus was hij erg blij om te horen dat ze dat op school ook deden. Ik ga een schilderij van je school maken. Vergeet niet dat het op een dag ook jouw school is, hè? Thank you.
Wat heb je meegenomen om te eten, Caillou? Een broodje, wortels, een appel en wat chocoladepudding. Wat heb jij meegenomen, Sarah? Gebakken kip, kaas, selderij en een koekje. Hey, wil je ruilen? Ik vind het leuk om eten te ruilen. Thuis kan dat namelijk niet. Ik denk dat ik begin met het toetje. Caillou vond het leuk om op school te zijn met Sarah. Want thuis was er niemand waar je eten mee kon ruilen. En? Hoe was het op school, Caillou? Ik heb op het schoolbord getekend. En ik heb zelf mijn eten geruild met Sarah. Echt waar? Dat klinkt erg leuk. Maar ik heb nog niet leren schrijven. Dat komt omdat je nog heel jong bent. Beloof je dat je niet al te snel groot wordt? Caillou kon niet wachten om groot te worden en elke dag naar school te gaan. Caillou was dan misschien nog niet klaar voor school. Hij was wel helemaal klaar voor een dutje. De keuken van Caillou. Caillou's mama was een lekker diner aan het voorbereiden voor gasten die 's avonds zouden komen eten. Oh nee, dit is nog helemaal niet glad. Wat ben je aan het doen? Ik ben eten aan het maken voor onze gasten vanavond. Ik wil ook meehelpen. Ik wil zo graag helpen. Caillou, heel even wachten, oké? Aan de kant, dit is heet. Ik kan best helpen, Margaret. Goed, eens even kijken waar je me mee kunt helpen. Jij kunt de sla alvast wassen terwijl ik dit afmaak. Ja! Caillou was blij dat hij mama kon helpen met koken. Hij wilde haar laten zien dat hij een grote jongen was. Kijk, mama, ik ben de sla aan het wassen. Oeps! Kijk, nu mag je het scheuren en dan kun je het afdrogen. Kijk eens aan, zo is het veel makkelijker. Hier moet je aan draaien en dan wordt de sla helemaal droog. Lukt het een beetje met de soufflé? Het begint te komen. Ik kook ook. Ja, dat kan ik zien. Caillou, waarom ga jij niet even buiten spelen met Roosje, zodat mama door kan met koken? Zo, lekker zitten, Roosje. Jullie kunnen hier wel even samen spelen, toch? Hoi, Caillou. Wat ben je aan het doen? Ik heb mama net geholpen met koken, maar nu moet ik ineens buiten spelen. Ik hou van koken. Laten we recepten verzinnen. Oké. Wat vind je van modderpizza? Modderpizza? Oké, dan moeten we wel de juiste ingrediënten zoeken. Eens kijken. Er moet kaas op onze pizza. En pepperoni. We kunnen steentjes gebruiken voor pepperoni. Zo, hij is klaar. Ik ook. Nee, Roosje. Het eten is nog niet klaar, hoor. Ja, we moeten de sla nog maken. We kunnen blaadjes gebruiken. Nu moeten we de sla nog even wassen. Zo, helemaal klaar. Deze soep wordt heel erg lekker. Gilbert, aan de kant. Dit is heel erg heet. Gilbert! Gilbert! Wow! Sarah, kijk. Dit zou een toetje kunnen zijn. Kijk, mama. We hebben een taart gemaakt als toetje. Hij ziet er heerlijk uit. Dank je wel. En we hebben ook bloemen meegenomen. Ze zijn prachtig. Ik weet al waar ik ze neer ga zetten. Ze zijn daar. Ik kom al. Caillou's zeeavontuur. Gilbert, wakker worden. Moet je mijn vlieger zien? Wieuw! Ik ga vandaag naar het park om met mijn vlieger te spelen. Caillou,
Wat ben je aan het doen? Mama, snel aankleden. We zouden vandaag met mijn vlieger gaan vliegen. Weet je nog? Ik denk niet dat dat gaat, Caillou. Het gaat vandaag de hele dag regenen. De hele dag? Oh. Caillou was heel erg teleurgesteld. Hij had zich verheugd om zijn nieuwe vlieger uit te proberen in het park. Oh. Wat is er aan de hand? Ik heb helemaal niks meer om te doen. Je kunt toch met Roosje gaan spelen? Maar ik wil niet met Roosje spelen. Hé, ik heb wel een idee. Je kunt vragen of er een vriendje langskomt. Leo! Hallo? Mag ik Leo even spreken, alstublieft? Oh, toch bedankt. Doei. Hij is er niet. Caillou vond het jammer. Hij had niemand om mee te spelen en hij had ook niks te doen. Kom op, met een beetje fantasie kun jij vast wel iets leuks verzinnen. Ik kan Roosje niet zien. Waar is ze nou? Caillou! Kiekeboe! Hey, dat is mijn tekening. Caillou, ze keek er alleen maar even naar. Piraat! Door de piratentekening en doordat mama met de laken speelde, wist Caillou ineens wat hij kon gaan doen. Oké, Roosje. Je mag hem hebben. En, weet je al wat je gaat doen? Aha. Dat is vreemd. Ik zou toch zweren dat ik... Caillou! Caillou was zijn eigen piratenschip aan het bouwen. Het leek hem leuk om te doen alsof hij de kapitein was op zijn eigen schip. Hey! Gilbert, je hebt mijn schip vernield. Ik ook! Roosje, nee! Hij is van mij! Roosje, laat hem los! Wat is hier nou weer aan de hand? Dit gaan we direct even oplossen. Huh? Maar ik was ermee aan het spelen. Jullie mogen best in de woonkamer spelen, maar dan moeten jullie wel aardig doen, oké? Roosje, dit is mijn spel. Boe. Boe. Hey! Kijk, Roosje. Ik ben een vis die aan het zwemmen is in de zee. Caillou vond het nu erg leuk om met Roosje te spelen. Hij vond het vooral leuk dat ze altijd om hem moest lachen. Wacht, Roosje. Ik weet al waar ik een vis kan vinden. Kijk, Roosje. Er zwemt een vis in het water. Vis! Nee, Gilbert is een haai. Hij wil de vis gaan opeten. Gilbert! We zijn nu even veilig, maar we moeten een boot bouwen. Katvis! Ik kan beter naar de kant zwemmen om spullen te halen voor onze boot. Boot! Boot! Hey, Caillou, wat ben je aan het doen? Ik zwem in de zee. Roosje en ik gaan een boot maken, want Gilbert is een haai. Nou, ik heb hier nog geen haaien gezien, hoor. Misschien verstopt hij zich. Kijk eens, misschien kun je hem hier wel mee vinden. Caillou hield ervan om piraatje te spelen. Hij was helemaal klaar om zijn piratenschip met Roosje te gaan bouwen. Roosje, je ligt in het water. Laten we ons schip bouwen. Zo,
Nu kunnen we gaan kijken of we haaien zien. Kijk, Roosje. Een eiland. Misschien zijn daar wel piraten. Piraten? Misschien hebben de piraten Gilbert meegenomen. Ik zie een piraat. Papa! Snel, verstop je voor die piraat, anders gaat hij ons vangen. Arr, ik ben een onverschrokken piraat. Kijk eens aan, hier is een verlaten schip. Ik denk dat ik aan boord ga klimmen. Oh nee, jullie hebben me te pakken. Ik geef me over. Oké, meneer piraat. Waar is Gilbert? Ik weet het niet. Jongens, komen jullie lunchen? Mogen we picknicken op mijn boot? Ik ben bang dat je boot een beetje te klein is, Caillou. Caillou wist wat hij moest doen. Als zijn boot te klein was, dan zou hij gewoon een grotere maken. Mama, mogen we het picknickkleed gebruiken? Gilbert, ik heb je gevonden. Ik heb een idee. Eigenlijk is een regenachtige dag een goed excuus om binnen te picknicken. Kijk eens aan, Gilbert. Lekker tonijn. En zo hadden Caillou en zijn familie op een dag die best saai begon, ineens een heel fijne picknick aan zee.